inspecteur De Kaluwe. Met Hein De Kaluwe. Ja, waarom zou je eigenlijk iets online kopen dat je gewoon in de winkel vindt? Ik zou het niet met je ook weten, maar er is een groot onderzoek naar gedaan. En de bedoeling is dat we vandaag dus een antwoord en de resultaten dan van krijgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Patricia Sijsens. Goedemorgen. Jij bent de voorzitter van B-commerce. Leg eventjes uit wat dat precies is. Oh, je kan zeggen dat het een federatie is, een kleine beroepsfederatie, van alle internetwinkels, internethandel, bij ons in België, webshops op het net. Oké, heel interessant. Er zit ook Antoine de Lame bij, als ik dat juist uitspreek. Ja, inderdaad. Ja, jij bent juridisch adviseur van het Europees Centrum voor de Consument. Ook jullie zijn heel hard bezig met al wat consumenten doen online. Ja, dat klopt. Oké. Jullie van B-commerce, Patricia, jullie hebben een groot onderzoek gedaan naar hoe het eigenlijk zit met shoppen online. Wat waren de vragen waar jullie mee bezig waren? Wel, toch een stukje opgezet naar het einde van het jaar toe. We weten dat traditioneel het einde van het jaar, de feesten, Sinterklaas, Kerstmis, dat die het heel goed doen bij onze webwinkels. Mm-hmm. En vandaar dat we opnieuw gepeild hebben bij dan die uitbaters van die webwinkels, wat zij verwachten voor het einde van het jaar. Mm-hmm. Toch een beetje bijzondere omstandigheden natuurlijk, economisch, financieel, toch wel wat crisissfeer. En vandaar dat we toch wel eens zouden kijken of ook onze webwinkels, die tot nu toe van de crisis eigenlijk heel weinig last hebben. Is dat zo? Ja. Juist, ja. Dat is toch een heel opmerkelijk gegeven, dat ondanks de moeilijke economische periode, dat eigenlijk het online shoppen, het hele webwinkelen, daar tot nu toe heel weinig last van heeft. En uit ons onderzoek blijkt dat ook nu opnieuw men aankijkt naar een mooie groei tegen het einde van het jaar. Ja, hoe zou dat komen, omdat andere winkels toch soms aangeven dat ze het moeilijker hebben? Klopt, en toch zien we dat de consument eigenlijk nu in België, want we hebben daar wel wat achterstand in te halen, dus een stukje van de verklaring denk ik, dat we daar achterstand hebben en dat er daar dus nog opportuniteiten en groei ook mogelijk is. Die komt nu ook vaak voor B-commerce in Nederland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar loopt men voor en de groei is dan ook iets minder spectaculair in Nederland dan in België. En ik denk dat de consument, hij gaat natuurlijk toch wel blijven besteden. Hè. Het is niet zo dat het consumentenvertrouwen volledig weg is, dus de consument blijft wel besteden. En om die een of andere reden heeft hij nu toch ook wel heel duidelijk de weg gevonden naar het online gebeuren. Ja. Zou het kunnen dat gewone winkels daar dan ook misschien beter op inspelen? Want absoluut, als ze op een ander vlak aan het minder zijn, zouden ze daar een online poot kunnen bijnemen. Ik denk dat dat voor hun heel belangrijk is, dat zij meegaan in toch wel wat het veranderende patroon van een consument, die nu ook de mogelijkheden heeft om 's avonds op zijn gemak achter de pc, goed weer, slecht weer, openingsuren, dat telt eigenlijk allemaal niet op het internet. Inderdaad. En die consument, die tweeverdiener, die dan toch wel kijkt naar wanneer dat het voor hem interessant is, of haar interessant is om te shoppen, die weet ook ondertussen wat er in de wereld te koop is. En die gaat zich zijn eigen verlangen toch wel op de eerste plaats zetten. En wat we zien en weten, is dat kleine zelfstandigen, zelfs bakkers, kappers, die meegaan in de trend, dat die hele goede zaken doen. Dus ik zou het Is eigenlijk een aanrader voor elke ondernemer. Goed. Echt een aanrader. Hoe zit het eigenlijk met de consumenten? Denk je dat het koopgedrag, kan je dat afleiden uit die gegevens, gaat veranderen nu met de crisis of zo? Wel, in het online gebeuren zien we groei en dus daar zien we eigenlijk de crisis niet. Nee, maar andere dingen kopen bedoel ik? Oh, wat ons wat verwondert is dat wat het heel goed doet op het internet, je zou denken dat zijn vooral de elektronische spullen, hè, smartphones, de gsm's, al wat elektronica is. Maar wat wij bij onze leden zien, is wat het zeer goed doet, is alles wat met thuis te maken heeft. Hè. Het huis, decoratie, veel kerstversiering, speelgoed, dat zit natuurlijk maar toch, die drang naar het al wat het thuis gezellig kan maken, zit zeer goed. Mm-hmm. Oké, goed. Blijf nog even zitten, want ik heb twee moeilijke termen voor jou. Allee, als je mij vraagt, Cyber Monday en Black Friday. Dat zou iets te maken moeten hebben met online shoppen. En uiteraard, Antoine moet ook eens zeggen hoe we zeker zijn dat als we dan op het internet kopen, dat we zeker helemaal veilig zijn. Wij willen het hebben over hoe het zit met shoppen op het internet. En misschien doe jij dat ook wel eens. En wil jij nu ook andere mensen een
interessante winkel aanraden? Doe dat dan nu, gewoon door bijvoorbeeld te sms'en naar ons nummer 6042 50 cent per bericht, 6042. Daar kan je laten weten wat nu een goede tip is of een leuke ervaring online. Je kan natuurlijk ook mailen naar inspecteurdekaluwe@radio2.be. Ik praat met Patricia Sijsens, voorzitter van B-commerce, en Antoine Delame, juridisch adviseur van het Europees Centrum voor de Consument. Patricia, wat is dat nu eigenlijk, Cyber Monday? Ja, dat is een term die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Dus daar had men na Thanksgiving, wat ook zo'n typisch Amerikaans feest is, heeft men ook Black Friday geïnstalleerd. En het online shoppen geeft dan eigenlijk, vooral in de States, kortingen, doet acties. En we zien dan toch wel dat bijvoorbeeld in Amerika die Cyber Monday, dat webwinkels dan opeens toch een mooie omzet realiseren. En het begint ook hier bij ons toch wel... Het is nog een stukje niche, denk ik. Kijk aan mij en denk je dat mensen thuis dat toch nog niet echt mee vertrouwd zijn. Maar onze leden geven toch wel aan dat in een bepaald publiek dat men echt uitkijkt naar acties, promoties. Okay. En het is een beetje een koopavond. Ja, zo mag je het noemen. Online. Absoluut. Dat is Cyber Monday. Wat is Black Friday precies? Wel, dat is dan toch een stukje de dag dat het heel moeilijk wordt, dat de bestedingen teruglopen. Okay. Dan gaat het slecht en dat probeert men dan ook wel weer wat onder de aandacht te brengen, op te krikken. Dus gerelateerd in de steeds aan het hele verhaal van Thanksgiving. Ja, ja, en omdat het internet gebeurt, toch ook vaak nog uit Amerika komt. Maar wanneer is het nu, Black Friday en Cyber Monday? We kijken morgen naar Black Friday. Ah, ja, maandag hebben we Cyber Monday. Okay. En kan je wel zeggen dat er op dat moment wel koopjes vallen te doen op het internet. Goed, dus het is wel interessant. Dus, ja, alle tips die nu binnenkomen zijn extra in de gaten te houden nu maandag. Absoluut. Oké, prima. En als we dat dan doen, moeten we zeker zijn dat we veilig zijn als we online shoppen. Zeg eens, Antoine, waar moeten we op letten? Er bestaat een interessante programma op het internet. En dat heet Howard. Dat de mogelijkheid aanbiedt om te controleren of een website veilig is of niet. Oké. Het geeft informatie over de gezochte website, namelijk de datum van het inschrijving, en ook een evaluatie op basis van het advies van de consument. Oké, dus het is wel de consumenten die daar al ervaring hebben, die de anderen zeggen van pas hierop. Of dit is dus, als je op een website komt waar niet veel mensen al geweest zijn, ja, weet je dat niet zeker. Ja, inderdaad. Dus natuurlijk is Howard niet de Bijbel. Dus men kan het niet 100% vertrouwen. En dus, wij raden de mensen aan om Howard te combineren met een paar andere tips. Oké, okay, en die andere tips zijn bijvoorbeeld op Google eens kijken of... Ja, er zijn een paar heel belangrijke tips waarop men moet letten. Hmm. Ten eerste moet men het adres van het bedrijf controleren. Dat is heel belangrijk. Gaat het hier over een bedrijf gelegen in de Europese Unie of niet? Dat maakt een groot verschil uit. Het is aangeraden om op een Europese website te kopen. Ja. Omdat dan de Europese wetgeving van toepassing is. Dus, dat is toch dus zeker als je de keuze hebt, als het een groter bedrijf is, waar je kunt kiezen tussen Amerikaanse of andere beter, poten, beter naar Europees beter naar gaan. Een Europees bedrijf gaan. En dan is er iets anders. Men moet ook kijken naar de betalingswijze. Want indien de verkoper vraagt om de betaling per Western Union uit te voeren, doe dit dan niet. Okay. Echt niet. Ja. De beste manier... is om met een creditkaart te betalen. Omdat het een garantie geeft in geval van fraude, wat niet het geval is voor bankoverschrijvingen. Dus, maar Western Union, dat is echt niet aangeraden. Zeer interessante, zeer bruikbare tips. Heb je ze nog? Ja, ik heb er nog. Dus de algemene voorwaarden bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel belangrijk. De kleine lettertjes. En ook nakijken of er een herroepingsrecht voorzien is in die algemene voorwaarden. Want dat is een wettelijke verplichting. En als het erin staat, dan weet je dat ze oké zijn met de wet in ieder geval al. Ja, dat mag ze wel. Een herroepingsrecht, hoe moet dat geformuleerd zijn? Herroepingsrecht, dat is de mogelijkheid om een aankoop te herroepen, dus een aankoop te annuleren in een bepaalde termijn. Hoe dat geregeld is, goed. Zeg, is kopen op het internet nu eigenlijk goedkoper? Of doe je het eigenlijk alleen voor het gemak en betaal je eigenlijk hetzelfde, Patricia? Ik denk dat het heel vaak goedkoper is. En zeker de grotere landen zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland slagen erin om met hele grote kortingen te komen. Ook natuurlijk soms te maken met volume. Hè. In dat opzicht hebben onze sites soms het nadeel dat het wat kleinere sites zijn. En dat is het volume dat het buitenland kan aanbieden...
niet altijd voorhanden is. En dat ze die prijsvoordelen bij ons nog niet 100% kunnen uitspelen. Maar ik krijg ook veel reacties van mensen die zeggen, ah, maar ik heb op buitenlandse sites gekeken. Gelukkig inderdaad binnen de Europese context. Waar de kortingen beduidend zijn. Dus ik denk, je gaat uitzonderingen vinden. Maar over het algemeen gesteld is via internet kopen is goedkoper. Het is makkelijker. Gewoon naar tijdswinst. Alhoewel dat ook al betwist wordt. Okay. Maar ik denk dat een troef die men soms vergeet uit te spelen. En die ik persoonlijk heel, heel fijn vind. Is de originaliteit die je op het internet vindt. Mm-hmm. Dus je hebt soms ongelooflijk creatief. Creatieve dingen, heel niche. Hè? Ja. Sommige van die webwinkeltjes specialiseren zich in bijvoorbeeld alleen in sokken. Hè? Maar je krijgt dan ook een variëteit aan sokken dat je niet voor mogelijk houdt. Goed. Dus zo meteen horen we eens wat er allemaal binnen is gekomen qua tips. Er zijn nog twee dingen waar we het zo meteen ook zeker moeten over hebben. Namelijk, in de krant stond nu net dat online shoppen trager gaat dan gewoon winkelen. Dat moeten we toch nog eens bekijken. En hoe zit het eigenlijk met de garantie als je iets aangekocht hebt op het net? En ook iets wat je online kan kopen, uiteraard. Maar er zijn zoveel dingen die je online kan kopen. Patricia Sijsens, voorzitter van B-commerce, vertelde daarnet dat het eigenlijk ook vaak hele kleine winkeltjes zijn die gespecialiseerd zijn in van die zeer typische zaken die het goed doen online. Maar daar staat tegenover, Patricia, dat nu net in de krant stond, dat het net trager gaat om online te winkelen. Hoe verklaar jij dat? Ja, ik heb het ook gelezen en men heeft daar heel veel tijd gerekend dat mensen gewoon op het internet aan het rondneuzen zijn, mm-hmm. zoals dat ook wel wat in de traditionele winkels en winkelstraten doet. En men heeft al die tijd samengerekend. Ja, zo kan je met een onderzoek natuurlijk wel alles bewijzen. Ik denk dat mensen die online shoppen meestal dat toch vrij efficiënt doen. Hè. Het is ook soms nog wel een profiel dat zegt, ja, ik doe dat nu net niet graag zo uren rondneuzen en dan mijn keuze maken. Ik wil dat eigenlijk heel efficiënt doen. Ja. Ik weet wat ik wil, ik ga naar de site, ik koop het en ik heb het Sander en Daags thuis geleverd. Ja, dus in het merendeel van de gevallen gaat het er zeer efficiënt aan toe. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je het ook wat leert, dat je in het begin langer aan het zoeken bent, totdat je dan je favoriete winkels hebt gevonden, dat je misschien tips krijgt, zoals we straks zullen geven, en dat je dan ook wel wat tijd kan winnen. Juist, en sommige mensen hebben ook graag wat tijd te spenderen, het zij in de winkelstraat, het zij op het internet. En dat is ook hun keuze en hun goed recht vinden. Ja, en ik kan me ook voorstellen, om verder op de positieve noot te blijven, dat je misschien minder impuls aankopen zou kunnen hebben online. Of vergis ik me daar dan weer in? Nee, ik denk dat dat klopt. Wat we zien is dat mensen op het internet toch wel redelijk bewust zijn van wat ze zoeken, wat ze nodig hebben. Ze bekijken het aanbod en ze kopen dan. Wat we wel zien in onderzoek is dat mensen soms hun winkelkarretje volladen op het internet dan. En het dan net voor ze aan die kassa komen, aan het einde van het proces op het internet komen, dat ze het eigenlijk laten staan. En dat is iets wat dat je in de fysieke winkels, denk ik, vandaag, je ziet dat wel eens af en toe, dat iemand zo heel op het einde nog de kar laat staan, en de kassa passeert, maar is toch vrij uitzonderlijk. Klopt. En dat gebeurt op het internet wel meer dan in het gewone winkelen. Ja. Hè? Dus men laat het karretje vol. Ja. En men haakt nog af, dat is ook iets wat ons bekommert, omdat we natuurlijk ook voor onze handelaars toch graag hebben, dat als mensen die tijd op de web site gespendeerd hebben, ze hebben een keuze gemaakt, dat ze dan niet meer heel op het einde afhaken. Ja, maar het betekent misschien ook wel dat je veel correcter met de prijs geconfronteerd wordt en ook echt weet dat je het kan of niet kan dragen, terwijl dat dan misschien in een andere winkel anders zou kunnen zijn. Ja, dus het staat altijd heel duidelijk geafficheerd. We hebben ook een label, het B-commerce label, dat websites attesteert, dat het ook correct, legaal is, dat mensen daar toch een veilig gevoel bij kunnen hebben. En dat vinden we ook heel belangrijk. Om in dat label en tot en met bij de consument te investeren. Dat ze weten aan B-commerce label is toch wel een attestering dat men het doet zoals het hoort. We zetten het ook op onze website radio2.be, dat je ziet hoe het eruit ziet, waar je moet opletten op andere websites. Ik heb een vraag binnengekregen van Gilles Verachtert, Antoine de Lame van het Europees Centrum voor de Consument. Daarnet zei je, het is beter om op Europese websites te kopen. Gilles vraagt zich af, wat is het probleem met websites van buiten de Europese Unie? Ja, het grootste probleem is dat als je van een Europese verkoper iets koopt, dan ben je beschermd door de
wetgeving van de Europese Unie. Mm-hmm. En daarbuiten is dat niet zo? Gewoon zo daarbuiten is dat niet zo. Nee. Daarbuiten zijn het de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, ja. Of de wet van de verkoper. Maar het is belangrijk om te weten dat... dat voor de consumentenzaken er een echte bescherming is en een echte harmonisatie is van het recht op het Europees niveau. En als je als Belg iets koopt in Nederland, in Frankrijk, in Groot-Brittannië en zo verder, dan heb je rechten die je niet hebt als je buiten de Europese Unie koopt. Bijvoorbeeld het herroepingsrecht. Ja. Dat is iets dat heel belangrijk is. Het herroepingsrecht, dat is alleen maar voor afstandsaankopen. Mm-hmm. Dus dat is een groot verschil tussen afstandsaankopen en als je in een winkel koopt, bijvoorbeeld. En die herroepingsrecht is sowieso van 7 dagen. Dat is dus je minimaal. Kan binnen de 7 dagen binnen nog van je aankopen afzien, ook al heb je het thuis gestuurd. Ja, in België is dat zelf van 14 dagen. Okay. Maar dat is minimaal 7 dagen overal in de Europese Unie. Dus dat is iets dat heel belangrijk is. Bijvoorbeeld de garantie. Ja. Dat is iets dat ook heel belangrijk is, want er is een garantie van 2 jaar voor de goederen die gekocht zijn in de Europese Unie. Mm-hmm. Dus dat is voor, ja, voor en, alle... En buiten de Europese Unie kan dat variëren? Ja, dat kan variëren. En als je van een Amerikaanse website koopt, of van een Chinese website, weet ik veel, dan heb je geen garantie. Ja. Dat je die garantie hebt of die herroepingsrecht hebt. Okay. Je moet gewoon ook wel eens goed nakijken in de algemene voorwaarden. Zeker als je buiten de Europese Unie. Ja. Binnen de Europese Unie is het beter geregeld op dat vlak. Is het overal geharmoniseerd. Prima. Dan ben ik eigenlijk heel tevreden over wat ik van jullie geleerd heb. En kijk ik heel hard uit naar Eva die zo meteen gaat komen vertellen. Wat nu eigenlijk goede winkeltjes zijn volgens de mensen die nu aan het luisteren zijn. Als jij... jouw winkeltje er ook nog graag bij wil. SMS 6042, 50 cent per bericht. En je denkt, wat is dat nu weer zo? Achteraan in mijn hoofd. Wel, dan is dat gewoon nog blijven hangen. Zeer, zeer aanstekelijk nummer, zal ik maar zeggen. Raf van Brussel en Smalltalk. Eva Moeraert, een goeiemorgen. Dag heen. Jij bent iemand die heel graag online actief is. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En dus was jij de geknipte persoon om eens te kijken... wat er nu allemaal van tips is binnengekomen op het vlak van waar moet ik nu absoluut iets gaan kopen? Waar kopen de mensen die naar dit programma luisteren? Ja, ik heb ontdekt dat onze luisteraars heel veel cadeautjes voor hun huisdier kopen. Ah? Want er zijn heel wat tips binnengekomen over online dierenwinkels. Onder andere woefwinkel.be en dierenvilla.be. Ik ben die eens gaan checken en inderdaad heel mooie sites waar je van alles kan vinden. Leibanden, kledij voor je hond, ook krabpalen, 300 soorten. Dus wie een cadeautje voor zijn huisdier wil... 300 soorten krabpalen? Ja, toch wel. Je moet eens gaan kijken. Dierenvilla.be. Okay. Ik zet alle websites ook op onze website, hè, want er zijn er heel wat. Mm. Er is ook iemand die altijd diamanten, juwelen voor zijn vrouw koopt online. Ja? Bouwmat.com is dat. En daar kan je inderdaad diamanten, juwelen uit Antwerpen kopen, online gewoon bestellen. Ik vraag me dan wel af hoe die vrouw dat dan past, of dat je dat dan mag terugsturen en zo. Maar dat zal allemaal wel... Voilà. 14 dagen zelfs in het zal wel voorzien zijn. Ja. Dan zijn er ook zo van die sites waar er allerlei aanbiedingen en kortingen op staan. Ook altijd interessant. Bijvoorbeeld jouwaanbieding.nl. Want in Nederland staan ze daar natuurlijk nog verder in al die webshops. Maar daar vind je het overzicht van de Benelux. Dus ook van België. Van alle aanbiedingen en kortingen en acties van die dag. Mm-hmm. Ook een interessant om mee te geven. En dan zijn er heel wat sites met leuke keukenspulletjes. Waar ik ook wel wat ontdekkingen gedaan heb. Okay. Bijvoorbeeld de Dinner at 7. .be of de Happy Housewife. En die Happy Housewives, die doen zelfs homeparties. Bij jou thuis nemen ze die spulletjes mee. Dus ja, zelfs een uitbreiding aan de webshop. Verder voor mensen die zelf dingen willen maken, hè, en een stofje online willen kopen, kan het ook. Vermiljoenshop.be. Heel mooie stofjes te koop. En dan moet je zelf nog wel aan de slag om het cadeautje in elkaar te naaien. Zit er ook iets bij voor mij, Eva? Coolblue.be. Dat klinkt iets voor jou. Heel veel elektronica op te vinden. Computers, van alles wat cool. je maar wil. En ook de naam is al cool. Ja, en dat zijn zeker
3 mensen die die aangeraden hebben. Dus ik denk dat het wel een goede site is, ook met gratis verzendingskosten, dacht ik. Ja. En dan wie gaat skiën en nog iets van skimateriaal nodig heeft, kan terecht op sportterra.be, ook een website. Allemaal winkels die heel makkelijk bereikbaar zijn online en die misschien hopelijk ook wel een actie zouden doen nu maandag. Want dan is het Cyber Monday. Ja, ik heb dat eens opgezocht. Ik heb dat eens ingetikt. Black Friday, Cyber Monday. Je vindt heel wat aanbiedingen, maar nog niet zoveel in België. Ja. Vooral de Amerikaanse sites springen daarop. Maar je kan op de Apple website en op Amazon heel mooie kortingen vinden. Nu vrijdag, morgen dus eigenlijk aan maandag. Dus bedrijven die sowieso hier een poot hebben, dus je blijft in Europa kopen, maar ze hebben natuurlijk hun moederbedrijf in Amerika. Doen dus mee. Interessant om dus te zoeken naar grote bedrijven om die Cyber Monday kortingen te pakken. En misschien alle eigenaars van webshops die nu aan het luisteren zijn, kunnen mee op de kar natuurlijk, hè? Ah ja, ze kunnen nu nog beginnen, hè? Laten we de Cyber Monday, dat gaat heel snel in Cyberland, nu aanvatten, hè, de Cyber Monday gekte. En laten we met z'n allen proberen wat extra kortingen te krijgen op maandag online. Goed, Eva, je zet alles online ook, wat we nu vertellen. Ja, ik ga nu aan beginnen. Ja, prachtig, prachtig. En dan moet jij gewoon langskomen op radio2.nl. Neus en armen open, het ging vandaag over shoppen online. En we hadden ook een ideale tip voor iedereen die zo'n webshop heeft. Doe gewoon mee aan Cyber Monday, dat is maandag. Doe een speciale actie, omdat op dat moment heel veel online gekocht wordt. En als jij een actie doet, dan wordt er nog meer verkocht natuurlijk. Maar goed, alle interessante tips over veilig kopen, betalen op het internet, vind je ook op onze website. Daar vind je ook een link naar de brochures van het Europese Centrum voor de Consument. Gewoon even doorklikken, dat moet sowieso online, naar radio2.be en dan doorklikken naar Inspecteur de KUW.